Nou, dankjewel. Ik ben blij dat ik hier uiteindelijk ben. Dus mijn eerste wedstrijd vocht ik bijna 3 jaar later. En ik denk achteraf gezien dat het heel goed is. Ik had dus, ik was geen kampioen meer. Ik last van mijn huid gehad. En ik ging weer mijn eerste wedstrijd. Dat was een half jaar ongeveer nadat ik mijn titel was verloren. Ging ik weer mijn eerste wedstrijd verder. Hadden verwacht. Misschien ook wel. Ik had het zeker niet verwacht. Ik had al een keer van hem gewonnen. En ik wist wel dat hij hard sloeg. Maar ja, dat doen we allemaal, dacht ik bij mezelf. Dus het zal allemaal goed zitten. Het laatste stukje, dat ik terugloop naar de kleedkamer. Ik kan het me niet herinneren. Ik zei van, nou, ik ben weer terug. En ik ben nog niet helemaal zo goed als wat ik was, maar dat gaat wel lukken. Jullie hebben dus gezien, ik heb, dit was zeg maar in ongeveer een half jaar tijd, alles bij elkaar. Door mijn gedachten te veranderen en mijn ideeën over hoe ik de dingen moest doen, heb ik het geheel voor mezelf kunnen veranderen. Ben ik er beter door geworden? Ben ik er sterker uitgekomen? Ik heb 4 keer de K1 gewonnen, zoals jullie misschien weten. Dit is de 2e keer. En op deze keer ben ik met afstand het meeste trots. Omdat ik het gewoon heel zwaar heb gehad om weer zo ver te kunnen komen. Het is me gelukt. Niemand had verwacht dat ik het zou kunnen, behalve een paar mensen om mij heen. Verder had iemand dacht van, nou, of Peter Aerts of Jeroen, die zou vast wel winnen. En ik heb gewoon iedereen versteld toen staan, door toch te winnen nadat ik zo zwaar nog uitgeslagen was. En ja, tot de dag van vandaag ben ik ook het meest, als mensen mij vragen van, eigenlijk was die vraag net van waar ik het meest trots op ben. Dan is het dit hele wat mijn beste wedstrijd was. Dus ik zeg mijn beste wedstrijd kan ik nooit zeggen, want dan zeg ik van het hele K1 toernooi van 1999. En dat is zo goed gegaan. En ik denk dat het een mooie shot is om mee te eindigen. Ik hoop dat jullie het goed begrepen hebben. Ik hoop dat jullie gezien hebben. Dat het niet altijd makkelijk is en dat het niet altijd makkelijk gaat. Ik denk dat niet veel mensen deze beelden hebben gezien. In ieder geval niet de beelden van het verlies. Ik hoop dat je er wat, zeker jullie, er wat mee kunnen. Omdat, ja, je kan soms verliezen. Maar als je jezelf blijft geloven, zal je ook wel weer winnen. En misschien word je geen kampioen. Maar je kan wel proberen om het beste uit jezelf te halen. Dat heb ik ook gedaan. Bedankt.